Een hele goede ochtend, lieve YouTube-kijkers. Oh, deurtje was hier dicht. Exact. Ik zag het aan het lampje achterin. Ja, niet. Welkom bij de Stofjes. Zondagmorgen praat, we zijn er weer. Ja, rustige week gehad. Zo. Een weekje waar je op de maandag en de woensdag niet meer hoeft te trainen met de meiden. Daarentegen heb ik nu de tijd over en ben ik afgelopen woensdag samen met mijn dochter bezig aan fitnessen. En dat was ook lekker. Dat was weer eens gewoon fijn om weer lekker in de sportschool bezig te zijn. Hey, dat rijmt. En dat ging eigenlijk best lekker. Mag niet klagen. Voor een herhaling vatbaar. Alleen aanstaande woensdag kan het niet. Dan moeten we weer een competitiewedstrijd spelen. Een drukke week, deze week. Met voetballen. Vandaag voetballen. Minor, thuis. Dan dinsdag een rustige training. Woensdag weer een competitiewedstrijd thuis Orion. Donderdag ligt de training. En dan zondag weer. En dan hebben we weer twee trainingen. En een weekendje vrij. Dus we zijn gewoon 5 april of zo. Zijn we vrij. Een dagje vrij. En 4 april. Ik weet niet. Dus ja, we moeten kijken wat er dan gaat gebeuren. Maar in ieder geval, mijn zondagmorgenloopje zit erop. 4 rondjes vandaag. Ging niet slecht. Ik kan op een of andere manier. Kom ik nog niet aan de wel aan de ene kant de motivatie, maar niet de drang om dan inderdaad nog naar die vijfde te gaan. Ik weet niet, de tijd zat er vandaag hoef ik pas om 12 uur officieel aanwezig te zijn, dus ik heb eigenlijk tijd zat. Maar op een of andere manier, ik weet niet, dan zit die vierde en dan ben ik nog te veel aan het denken van volgende keer wel. Dat moet ik eigenlijk niet doen, die moet ik uitschakelen. Ik moet gewoon zeggen van, ik moet die vijfde. Dan maar in een wat rustigere tempo. Maar dat lukt nog steeds niet. Ik weet niet, misschien dat ik er nou te veel aan gewend ben om die vier te lopen. Ik hou het in ieder geval niet meer, zo snel naar de 3. Ik probeer toch altijd naar die 4 rondjes te gaan. Dus dat is wel weer een vooruitgang. Voorheen had ik nog wel eens de neiging om dan uiteindelijk ook tot de 3 rondjes te gaan in plaats van naar de 4. En dat doe ik eigenlijk al niet meer. Dus dat is wel een fijne. Dat vind ik wel een fijne. Dat ik uiteindelijk dan toch maar de. 4 rondjes lopen. En dan zeg ik, het was niet slecht. Het weer was een beetje winderig, fris vanmorgen. Maar goed, dan loop je in het bos, dan heb je eigenlijk weinig last van de wind. Dus dan valt het ook best wel mee. En voor de rest, kijk vandaag. We kunnen vandaag weer qua competitie weer een goede stap zetten. Dus vandaag weer winnen. Natuurlijk, kijk wat de concurrentie doet. Maar als we vandaag weer een potje winnen, dan staan we er beter voor. Dus komt goed. Ik denk dat er vandaag wel iets gaat worden. Weer sinds een tijdje terug de eerste thuiswedstrijd. Of weer een thuiswedstrijd. Dus dat is ook weer even geleden. 3-4 wedstrijden, 3 wedstrijden geleden geloof ik. Dus dat is ook nog een stukje. Wat er dan weer bij komt, dat je toch weer een thuiswedstrijdje hebt. Ah, zo lekker. Nou ja, vanmiddag Max, gisteren kwalificatie Max. Helaas tweede. Maar goed, het waren in ieder geval niet de Ferrari's die nou voorop stonden. Helemaal niet de Mercedes. Dus daar hadden natuurlijk al heel veel Nederlanders een hoop schrik van. Dat geloof ik graag. Hamilton 5 of zo, 6.
Dus ja. Is een goeie. Maar goed, dan die start om 4 uur. Dan zijn we volgens mij net klaar. Nou goed, dan moet je natuurlijk spullen opruimen. Gedaan worden. Dus de start die ga ik missen. Maar we zullen het wel zien. We zullen kijken hoe het valt. Ik ben benieuwd. We wachten al af. Nou, dit was in ieder geval voor vandaag weer mijn kleine korte zondagpraatje. Niet veel bijzonders. Ja, wanneer wel zullen sommigen denken. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon leuk. Dus nogmaals. Vind je het wel leuk om dit te zien. En af en toe die gekkigheid van mij. Sommige mensen die ik dan tegenkom, een reactie van ja, waarom doe je het eigenlijk? Ja, omdat ik het leuk vind. Ja, meer niet. Ja, ik vind het gewoon, ja, ik weet niet. Ik vind gewoon lachen. En ja. En dat is het. Dus het interesseert me niet zo erg veel. Ik vind het gewoon leuk. En als mensen willen kijken, kijken ze. Kijken ze niet, kijken ze niet. Jammer dan. Goed, ik vind het daarentegen, als je het leuk vindt om te kijken, geef het even een blauw duimpje. En dan even abonneren op de kanaal. Mocht het zijn dat het uiteindelijk een keer wat beter gaat lopen, ja, misschien maak ik er wel een keer langere vlogs, wie zal het zeggen. Andere vlogs erbij. Ik heb dat natuurlijk al gedaan op mijn YouTube kanaal van de stofjes. Er staan al wat filmpjes van vorig jaar nog die ik heb gedaan. Dus een beetje in de ijskast beland om wat meer te gaan YouTuben. Nou, er zijn wat dingen die dan tussendoor komen, waardoor het dan wat moeilijker wordt om dus te gaan naar YouTube. Kijk, vorig jaar was het natuurlijk geen voetballen, dus heb je in de weekenden meer tijd om dat te doen. Dan was het in de vakantie, dus dan heb je die dingen nog een keer te maken. Dus goed, we gaan het mooi weer, dus er komen straks weer dagen waarop ik misschien met de motor kan gaan. Dus kunnen we motorvlogs maken. Dat soort dingen allemaal. Dus komt goed. Nogmaals, als je het leuk vindt, blauw duimpje omhoog, even abonneer op de kanaal. En dan zie je de volgende keer weer terug. Dus ik zou zeggen in ieder geval voor vandaag een fijne dag en ciao!